Hoi, ja, wij hullen ons een beetje in het duister. En we moeten een beetje stil zijn. Want we gaan vandaag een vleermuis tekenen. Ja, en die vliegen alleen bij schemering. Dus vandaar dat we het een beetje donkerder hebben gemaakt. En wie weet komen we nog een vleermuis tekenen. Tekenen. We gaan er een tekenen. Doe je mee? Vandaag gaan we een vleermuis tekenen. Ja, hoe ziet nou een vleermuis erin? Hij heeft in ieder geval die oren zo. Nou, even heel snel tekenen, die oren zo. Pluisjes zo. Ja, ik vind het helemaal niet op een muis lijken eigenlijk. Ja, ze zijn ongeveer net zo groot als een muis. Dat moet ik wel bij zeggen. En ze hebben ook gewoon een neusje zo. Zo. En dan hebben ze nog een donzig lijfje zo. En dan achterpootjes. Ja, en de voorpootjes, dat zijn dan eigenlijk gelijk ook die vleugels. En dit zijn een soort vingers dan. Daar lijkt het dan een beetje op natuurlijk. En zo. En dan hebben we eigenlijk al een vleermuis getekend. Hier lopen nog wat spiertjes zo. Ja, dit is eigenlijk een vleermuis. Nou, we kennen natuurlijk allemaal het silhouet ook van die vleermuizen. Wat we bij Batman gebruiken. Ik weet niet of dit het ongeveer is hoor, maar ik heb het logo van Batman niet voor, maar dat is ongeveer zoiets. Ja, een vleermuis. We zien hem natuurlijk alleen 's nachts. Ja, en dan kan je hem eigenlijk niet goed zien. Ja. Het zijn kleine beestjes en ze vangen muggen. En dat vind ik dan weer heel nuttig. Dat ze muggen vangen. Want elke mug die wordt gevangen door de vleermuis, die kan mij niet prikken. Dus ik zou zeggen, ga zelf aan de slag met vleermuis tekenen. En dan zie ik jullie morgen terug in de volgende video. Tot morgen.